PSV stond maandagochtend weer uitermate ontspannen op het trainingsveld van de Hertgang. De coaches speelden met plezier mee in de rondo. Alleen Karim Rekik zal met gemengde gevoelens terugkijken op die rondo. Hij werd binnen 16 seconden twee keer gepoord door Oscar Hiljemaak. Verder waren het vooral lachende gezichten. Afgelopen zaterdag zette de ploeg weer een stap richting het kampioenschap door met 3-0 te winnen bij Go Ahead Eagles. Hoe belangrijk was deze overwinning? Heel belangrijk, want vorige week tegen Ajax, niet dat PSV een tik heeft opgelopen, maar ja, het was wel zo dat PSV in die wedstrijd meer afstand had willen nemen van Ajax. En dat kon ook. Het was gewoon een onnodige nederlaag vorige week en dan is het belangrijk dat je de wedstrijd erop in ieder geval weer 3 punten pakt. En dat je niet de concurrentie het gevoel geeft van, goh, er is nog iets te halen in Eindhoven misschien wel. Misschien raken ze daar toch wel een beetje nerveus. Nou, daar bleek zaterdag helemaal niets van. PSV speelde een uitstekende eerste helft. Het enige wat je de ploeg misschien nog kan verwijten is dat ze niet naar 0-4-0-5 uitlopen in de tweede helft. Waardoor ze misschien ook de volgende wedstrijd weer de tegenstander het gevoel geven van, goh, deze ploeg is echt goed. En we komen met angst in de schoenen naar Eindhoven. Want dat zal FC Groningen op basis van de tweede helft niet hebben. Maar die is zelf als PSV wel echt ijzersterk zaterdag. In het afsluitende partijtje vlogen de goals de keepers om de oren. Met name Memphis Depay legde de ballen aan alle kanten achter doelman Jeroen Zoet. Het partijtje werd sowieso één groot doelpuntenfestijn. De mooiste van de dag was echter voor Jorrit Hendricks. Hij scoorde met een prachtige omhaal uit een voorzet van de koning van de assist, Jetro Willems.